Hallo allemaal, dit is Gezonde weer, namens Casper. Welkom bij deel 2 van mijn vakantietripje naar Borger. We zijn dus onderweg naar Borger toe. Mocht je deel 1 nog niet hebben gezien, zou ik zeggen, check eerst even deel 1. Ik zal even een linkje geven onderaan mijn videootje, even een beschrijving, zodat je deze even deel 1 kunt zien. Voordat je naar deel 2 gaat kijken, anders snap je er niet zoveel van wat ik nou eigenlijk aan het doen ben en waar ik naartoe aan het rijden ben. We zitten dus nu nog steeds op de A28. We zijn net Meppel voorbij gereden. En ja, nu komen we eigenlijk een beetje in een gedeelte wat ja, niet zoveel op- en afritten hebben. Maar twee volgens mij in totaal. De Wijk en Zuidwolde, als het goed is. En nog een tankstation. Ja, er is hier niet zoveel te zien. Maar ja, we houden de moed erin. Dus je kunt zien nog steeds veel vrachtverkeer en het begint ook steeds donkerder te worden. Het wordt niet beter met de regen. Ah, regen, het was een beetje meer van dat drizzelachtig. Het al hier trouwens straks aan de rechterzijde de afrit is naar de Wijk toe. En naar Ruinerwold. Ja, het, wat ik al zeg, het werd wel niet beter met het weer. Hier is trouwens de afrit. Maar dat baarde ons niet om richting Borger verder te kachelen. Nou, je mag hier maar in totaal 100 km per uur. Ik rij wel altijd ietsjes harder. Vind ik wel fijn. Ik rij hier 109 volgens mij op de lim. Ik heb een lim knopje. Dat is een, ja, ik noem het gewoon een pitlimiter. Maar als die indrukt, dan blijft hij op dezelfde stand rijden als wat ik rij. Momenteel hier koekblik aan de rechterkant. Maar het lim is wel handig hoor, als ik terug draai op laag op lim druk, dan blijft hij dezelfde snel draaien als wat je rijdt. Ja, ik noem het gewoon een pitlimiter, vind ik wel leuk. Pitlimiter, haha. Hier is de oprit vanuit de Wijk, Ruinerwold. Nou, en verder, ja, het is niet zoveel erover te praten, dit stukje. Vind je dit leuk, dan is een leuke video, like en share dan. Word abonnee op mijn kanaal, ik maak dus deskcam video's en ik maak... PC games, video's, testconsole, word abonnee, blauw duimpje zou heel erg mooi zijn. Like en share mijn video's, vind ik namelijk hartstikke leuk. Ja. Nou, we halen nog een paard in, zie ik. Paard en wagen. Ik moet toch wel over te praten hebben, moet ik zeggen. Gaan we het paard en wagen voorbij. Zijn ze ook nog met de sloop bezig. Aan de rechterkant. Kijk, zijn ze de sloop waarschijnlijk aan het uitgraven. Ik heb er geen verstand van, ik zeg maar wat. En hier staat ook nog een wagentje van Rijkswaterstaat aan de, bij de vluchtstrook. Hier zo te knipperen. Ja, nogmaals, het is ja, hier niet zoveel over. Ja, het is allemaal niet zo. Ja, een beetje saai stuk vind ik dit. Van Meppel naar Hoogveen toe. Vind ik ja, niet echt een van de leukste stukjes om te rijden. Een beetje saai. Recht toe, recht aan wegen. Hier komen we straks bij een tankstation. Lageveen is dat volgens mij. In mijn hoofd. Ik weet zeker of ik dat goed zeg. Ik dacht dat het Lageveen was. Mijn oom die was altijd vrachtwagenchauffeur. Die reed altijd voor Ambrosius. Ja, die dacht gewoon gaten. Die gaf op een gegeven moment aan dat hij hier moest slapen. Want hij was, ja, zijn dag gaten. Die was, ja, tijd was op. Hij moest gaan rusten. Maar hij moest naar Hogeveen toe. En ja, dat is het nadeel van van een chauffeur. Ik kan er niet echt over meepraten hoor. Ik ben echt totaal niet bekend in chauffeurland. Maar hij moest eerst hier 6 uur slapen. Om vervolgens het laatste kwartiertje nog te rijden naar Hogeveen toe. Beetje bizar trouwens. Maar ja. Het is nou eenmaal zo. We rijden hier trouwens nu een batterij vrachtwagens in waar je u tegen zegt. Hier ook trouwens is de afrit naar de tankstation. Ja zo. Nou, hier hebben we een
vastgelopen met vrachtwagens in. En dan krijg ik een beetje last van die auto voor me. Die blijft maar op de linkerbaan rijden. Dat is gewoon irritant. Hier nog een, ik denk dat het iets van een camper moet zijn. Opgebouwd dingetje. En dan kan hij dus nu naar, links toe, maar blijft hij op die baan rijden. Overigens, hier staan we ook nog aan de rechterkant de afrit naar Zuidwolde Echten. Woont nog familie van mij trouwens in Zuidwolde. Ja, hier houdt hij die vrachtwagen in. Ik denk van mooi, dan gaat hij maar naar links toe. Nee, blijft hij op die linkerbaan rijden. Nou goed, dat kan nog wel iets van snappen. Rijdt 5 kilometer op de A28. Nou, denk ik tegen mezelf, ja, hè. Hier is trouwens nogmaals de afrit naar Runewold, echte. Zuidwold. Erop. Ja, dit stukje is niet zoveel over te praten. Maersk containers. Je wilt nooit weten wat er allemaal in zit. Misschien zit er wel trucks in, wie weet. Nou, hij blijft maar op links rijden. Ons irritant. Je ziet trouwens ook nog ergens aan deze linkerkant een gaswinbedrijf. En ook nog een zandwinning. Dan gaat hij een keer gas geven. Het wordt steeds donkerder. De regen is weer opgehouden. Ja, het was niet echt regen. Het was echt een hele vieze drizzel weer. Kwakweer, noem ik dat uit. Kwakweer. Over 2 kilometer bij de afrit rechtsafslaan, de A28. Ga nu richting het Klaagblad, knooppunt. Kijk, nu gaat hij in één keer wel naar rechts toe. Nou mooi, kan ik eigenlijk voorbij. Had hij ook daarvoor kunnen doen. Dan gaat hij gelijk weer naar links toe. Hoppakee. En ik rem niet, hè. Ik geef geen meer gas. Dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij remmen. En dan vervolgens... Ja, een beetje vreemd. Hier is trouwens de oprit vanuit Runewold. Zuidwolde. Echte. En hier komen we aan bij het knooppunt Klaverblad. Dan gaat mijn navigatie een beetje tekeer. Ja, ik probeer hier nogmaals wat dingen te vertellen. Maar het is bijna niet hoorbaar. Maar nu gaat mijn navigatie best een keer. Sla nu rechtsaf de A28. En ergens met Groningen. Ik moet hier wel nu rechts aanhouden. Eerst nog de afrit naar Ommen. Weer met een lokale wegen kun je weer terug via Rijnland naar Zwolle toe. Rijd ik ook wel eens. Wel een keer leuk. Misschien een keer een rondje draaien dan. Eerst naar Ommen toe. Over de A28. En dan weer terug naar Ommen. En dan van Ommen weer terug naar Rijnland. En Zwolle. Nu rechts houden. En vervolgens links houden. De A28 richting Groningen. Ik kan het ook gewoon even rijden via Leeuwenveld. Hier is de bocht. Hier is, wij moeten dus nu naar de rechterkant. Dit is een...
Rob Bocht, die moet je echt niet met 100 gaan nemen, want dat gaat denk ik niet goed. Allemaal vakantiegangers. Allemaal vakantiegangers. Voel je ook, dat is een nieuwe caravan. Die zou daar maar 2 weken in moeten zitten. Hier draaien wij de A8 nog verder op. En de weg wordt zometeen waar we op gaan, dat is de weg vanuit Emmen. Vanuit Ommen, sorry. En rechtdoor was trouwens richting Emmen. Die weg rijden wij de terughuis. Dus we terug gaan naar Zonzo. Dus die weg die je nou hieronder rijdt, die gaat door naar Emmen. Je kunt gelijk weer de afrit nemen naar Zonzo toe. Mocht je toch weer terug willen naar Zonzo. Maar wij gaan rechtdoor. We pakken de Hogeveen, Assen, Groningen. Ik ben Groningen. Gaan we de caravan voorbij. Dat is de paard. Er zit trouwens ook een paard in trouwens. Het kanaal, hier overheen. En we moeten de bordjes het weekend aanhouden. Assen, Groningen. Stukje huis. En hier is de afrit naar Hogeveen. Er woont trouwens ook familie van mij in Hogeveen. En er woont ook familie van mij in Bessen. Waar we zo meteen heen gaan. En wij volgen de weekend Assen, Groningen. Hier zit nog een gamma aan de rechterkant en nog een karwei. Voor nog een seats en sofa volgens mij. Degene die daar nog belangstelling voor hebben. En dan gaan wij zo meteen de tunnel door. Dat is de spoorlijn Zwolle, Hogeveen, Groningen. Vice versa. Dat is deze. Nu gaan wij hier onder het spoor door. Komen we aan bij afrit Fluitenberg. Richting Eemshaven, Veendam. We gaan richting de industrie terrein van Hogeveen. De weekend. En hier aan de rechterkant zit nog een groot distributiecentrum van GOS. En dat was Hogeveen weer. Hier gaan we over de weg heen naar Fluitenberg. Of onderdoor. En nu komen wij, zometeen hebben wij aan de rechterkant een groot bos. Dat is het bos tussen Hogeveen en Pessen. Pessen is het dorp waar mijn ouders zijn geboren. En het bos heet Spaarbankbos. Kun je ook een mooi mountainbiken trouwens in dat bos. Fietsen en ook heel goed lopen. En er is trouwens ook nog een restaurant in het Spaarbankbos. Daar je lekker kunt eten. Moet je wel een goed gevulde pot mee hebben trouwens. Dat zag ik er wel weer bij. Hij is niet goedkoop. Spaarbankhoeve heet dat restaurant. Wel een hele mooie plek. Ik heb toen gegeten toen mijn opa zoveel jaar werd. Ik weet trouwens niet meer hoeveel jaar, hoe oud hij werd, maar daar hebben we toen gegeten met de hele familie. Echt een mooie plek. Goed, we komen nu inmiddels aan bij de afslag Ruinen-Pessen. En dan zeg ik ook dat mijn videootje hierbij weer gaat stoppen. Wij gaan het volgende deel verder vanaf Pessen naar Assen. Gaan we uiteraard langs Spier en Bijlen. Rijden we daar ook langs. De dorpjes Spier en Bijlen. Ik zou zeggen. Vind je dit een leuke video? Like en share het dan. Word abonneer op mijn kanaal. Deskam Zolle. Like en share mijn video's. En part 3. Of deel 3. Gaan wij van Pessen naar Assen. Dank voor het kijken. Ik hoop dat jullie het nogmaals een leuke video vond. Terwijl we hier nog een melkfabriek voorbij scheuren. Hier is trouwens de afrit naar Pessen. The place to be, hoor, Pessen. Er zit trouwens ook nog een goede wok. Happy Grill. Voor degene die dat een keer lekker vinden. Ga ik in de Pessen.
Nou, genoeg geluld. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. De groeten. Toedels. Dag.